Scheringbaanstation. Dit is het treinstation, is dus verbonden met de kabelbaan. Laten we zo een kijkje gaan nemen, die geopend is in 2017. Het is een behoorlijke snelle baan, zo'n 19,7%. 200 meter lang, een klein stukje, maar daarmee ga je dus naar het nieuwe luxecentrum van Luxemburg. Laten we daar eens gaan kijken. Nou, dan kom je hier natuurlijk op dit prachtige station aan. Wat heel mooi is, je ziet de grote bekende Paarse Brug hier bovenin van Luxemburg. Die kun je hier ook mooi zien. Als je hier gaat staan, kijk naar het prachtige uitzicht als je hier aankomt. Gewoon het uitzicht van je welste. Nou, dan kun je hier met de roltrap omhoog en dan gaan we naar de kabelbaan. Vandaag is er eentje in dienst. Het is een zondag, dus er is niet zo heel veel publiek. Maar we gaan er zo eens even een ritje meer naar boven maken. Ga je mee? Nou, zoals je ziet, genoeg ruimte erin, staafplekken, paar zitplekken. Je kunt ook mooi weer vooruitkijken zometeen. De kabelbaan hier is ook volledig geautomatiseerd. Er komt geen machinist meer aan te pas. Het is gewoon instappen, we gaan naar boven en boven is weer uitstappen. En het mooiste is in Luxemburg, het openbaar vervoer is ook nog eens gratis. Nou, wat wil je als Hollander nog meer? Seconden, 40 seconden, 50 seconden en je bent al boven en dan sta je hier zo'n metertjes hoger op Luxemburg in het nieuwe gedeelte. En dan kun je hier gelijk uit het station weer op de gratis nieuwe tram stappen richting het centrum of de andere kant op het nieuwe moderne centrum of het centrum. Het is meer het business centrum waar je die kant op gaat en die kant op ga je richting het oude centrum van Luxemburg. Daar komt ook net weer een tram binnenrijden.
aan het einde gekomen van deze video. We hebben hier op onze vakantie dan maar eens even de nieuwe kabelbaan bekeken van Luxemburg City. Ik hoop dat u het een leuke video vond. Vond je het een leuke video? Laat dan zeker nog even een duimpje achter. Heb je nog vragen of opmerkingen? Dan kun je die achterlaten in een reactie hieronder. En dan zal ik zeggen, graag tot ziens en tot de volgende keer bij Pipelines Modelbouw en Hobby.